hier is een verhaal, wat ik moet vertellen. Het gaat over een jongen, durf zijn naam niet te zeggen. Als je hem zou kennen, hoef jij niks uit te leggen. Je zou het respecteren wanneer je hem zou kennen. Van kleins af aan gaat het niet altijd makkelijk. Problemen hier en daar en dat maakt het niet gemakkelijk. Deed wel zijn best, maar nooit de beste van de klas. Dat deed pijn, er was altijd iemand die beter was. Voelde zich nooit speciaal, geloofde niet in eigen kunnen. Was onzeker, dacht dat niemand hem iets zou gunnen. Dit maakte hem lichamelijk en geestelijk kapot. Daardoor zei hij bijna niets en hij kropte alles op. Dagelijks in strijd en velen dachten dat hij zwak was. En niemand in zijn leven had gedacht dat het zo hard was. Maar had jij een periode in zijn schoenen gestaan, dan kan ik je beloven dat je al lang was gegaan. Hij was altijd een stille jongen in de klas. Maar aan de binnenkant speelde meer dan je dacht. Praten deed hij niet, dacht dat niemand om hem gaf. Ging er iets verkeerd, dacht hij dat het aan hem lag. Keek hij in de spiegel, wat heeft het nog voor zin? Stond op het gebouw, zou iemand het merken als ik spring? Dan ben ik weg, want wat is het leven nou waard? Waar haal ik kracht vandaan als het echt niet meer gaat? Maar toen kreeg hij energie, maar waar vandaan? Hij hoorde een stem die zei ik laat je niet gaan. Want voor mij ben je speciaal, voor mij ben je uniek. Ik zie jouw talent en je oog voor muziek. Je mag zijn wie je bent, ik hou je niet voor de gek. Want wat het ook is, voor mij ben je perfect. Maar als hij nu niet meer weet wat hij moet doen, dan vraagt hij om hulp, zodat hij het goede doet. Diepe duisternis, ja daaruit klom hij op. Stapje voor stapje, langzaam naar de top. Zelf weet hij ook, heb nog een lange weg te gaan. Maar dat pad is te bewandelen met Jezus zijn bestaan. Ondanks dat, denkt hij nog wel eens terug aan het verleden. En je mag weten dat hij vroeger veel heeft geleden. Dan voelt hij de tranen diep van binnen komen. Maar dan laat hij ze toch over zijn wangen stromen. En dan denkt hij, elke traan die ik nu laat, zal ik later van weten, het is het echt waard. Ook in de liefde heeft hij zijn geluk gevonden. Deze dame is bijzonder en ze dicht vele wonden. Samen met haar wil hij ook groeien. Vertellen over Jezus, de wereld laten bloeien. Want juist op die momenten dat hij er niet meer om geeft, kijkt hij terug en weet dat God hem gedragen heeft. In deze track beschrijf ik moeilijke momenten die je hebt en dat je naar God kan en mag komen. Maar eigenlijk mag je je hele leven door God laten leiden. So love and trust God any moment, any time. MC Seguro, out.